Hallo mensen, ik laat een preview zien van mijn Famicom, een unboxing video. En dit is de Famicom. Je hebt wel een Chinese versie, het is een Chinese versie van Hong Kong. Ik zal het ook doen. Van concept van openen van. Was zo toevallig. Wacht even hoor. Even goed openmaken. Je moet het open krijgen. Zo, dit is Famicom. De Famicom Hong Kong versie. Ik ga hem opdoen. En ik ga hem eruit halen. Beetje moeilijk, maar moet ik bij mij hebben. Oh. En daar heb je hem, de Famicom. Hij is even goed dan de NES. Dat is even goed. Pas PlayShop die voor Japan zijn. Dat is vaak op PC. Ik ben goed uit Japan. En dit is Europa en Amerika. Die is hier wijsvallig, die same. En dit is Japanse. Die is de handleiding. En daar lukt een plaatje. En dat is muziek hoor. Niks aan het trekken. Daar zit de doos. De aanleiding. Met het Engels erbij. Het verstaan die aanleiding. Los. Oh. Daar was vallen opeens. Maar in het Chinees. In het Engels. En oké, komt. Ah. Box over. Dit is een batterijpack. De batterij is belangrijk. Nee, echt de accu. De accu van vaak komt. En dit is de antenne. Nou. Dan gaan we. Het doel van het Famicom NES is iemand. En hier is type Anne Capris. Want de Amerikaans heeft toevallig deze. En Famicom. Daar moet ik even eentje bij pakken in de machinekast. Die hebben zulke Capris. Nou, die past ik maar in. Het leuke ervan is dat de opener precies hetzelfde is. De opener. Die kan er gewoon hierin. Wel, ik zit toen dat. Pas bijna niet in. Oké, zo pas je erin helemaal. En eerst die kan gewoon. Gewoon daarin. En dan gewoon zo doen. Nou. Als en eerst heeft 12 ook Zepper bij. Dit is een extra set. Die hebben altijd Zepper gehad. De ATEP gehad in de jaren 80. En maar waar we meer brieven van maken? Oh ja, dat is dat is de vergrotingen. Moet even deze doen. Ze hebben even verkleind. Kun je ze goed zien. Maar nou, dat is recht. Deze is open, niet zo kan openmaken. Met hem eruit halen. En de controllers. Deze heeft geen staatselect nog bij zich. En deze is gewoon wel bij. Want dit is de SPD1. En aangezien de NES Simon. Zo. Die hebben altijd staatselect nog gekregen. Dus, nou, leuk, misschien kun je, dank je voor het kijken, thanks voor het zien, en, see you boys.